Hallo, welkom in Brühl-Lützing. Het is aan de camperplek. Gratis plek, wel heel lawaai. Hè. Je moet wel een beetje tegen kunnen, zeg maar. Wil je dan echt een beetje vrolijk kunnen slapen. Sommige mensen die kunnen niet tegen het lawaai, dan heb je wel een probleempje, denk ik. Voor ons maakt het niet zoveel uit. Ik ga bewust aan de straat staan trouwens, zodat je het geluid ook een beetje kunt horen. Dat je niet hier naartoe rijdt en denkt van, oh, toch wel veel lawaai. Want dat is er. Ja, veel. Het is wat je dus zelf wil, hè. Een rondje gehad. Even snel terug. Dan heb je hiervoor heb je van alles wat, zeg maar. Het is hier aan de Rijn. Op zich een hele leuke omgeving. Ik zal een klein stukje meer laten zien dan wat ik normaal doe. Hier hebben we nog een treinspoor. Een mooi treinspoor. Maar dat wordt niet meer gebruikt. Zie, het is er wel. Maar het wordt niet meer gebruikt. Met een fietspad daarnaast. Hier hebben ze nog een keetje, daar kun je wat eten en drinken. Dus op zich is het, qua locatie, is het niet zo gek. Alleen zoals ik zeg, het is een beetje lawaaiig. Hier is een klein jachthaventje daarnaast. Het heeft wel wat. Het heeft zijn charme ook wel weer. Aan die kant heb ik begrip, maken ze contactlenzen. Van zand dacht ik eerst, maar er was geen zand volgens die man. Het is wel een discussie. Ik zei, het leek wel op zand. Ja, zeg, dat ben ik wel met je eens, maar ze maken de contactlenzen van. Ja. Ik heb ook geen idee. Ik zeg maar iets. Maar ik zal een klein stukje verder op de Rijn aan lopen. Kun je de Rijn ook even een beetje bekijken van deze kant. Want het is iets een langere film als u gewend bent, want het gaat normaal voor ons alleen om de locatie. Even een rondje draaien van de locatie, zodat je daar een indruk van hebt. De rest moet je zelf maar uitzoeken. Ik kan je wel vertellen, hier in het dorp, als je een beetje het dorp inloopt, onder de weg door, kun je onderdoor met een fietstunneltje. Er is nog een heel mooi soort kasteel, en dat is ook wel interessant. Dus, nou, ik zal nog één keer een rondje draaien zo. Van over de Rijn. Daar staan dan de campers. Zoals u ziet, hier is het lawaai natuurlijk al een stukje minder. Het is natuurlijk logisch dat je wat verder van de weg af bent. Ja, het is best te doen, maar ik zeg er wel even bij dat het wel lawaaiig is. En sommige mensen die kunnen daar echt niet tegen. Ja, dan moet je hier dus niet zijn, naar mijn idee. Maar je hebt er persoonlijk niet zoveel problemen mee. En de waterstand is hier eigenlijk volgens de mensen heel normaal in de tijd van het jaar. Dus ik weet niet waar ze het helemaal in Nederland over hebben op dit moment. Maar daar klopt iets niet. Mensen hier ook die zeggen van ze kunnen het gewoon regelen met sluizen en dat is natuurlijk ook zo. Maar natuurlijk ook niet mag missen is hier de biergarden. Duitsland zonder biergarden is geen Duitsland. Dit was hem, tot de volgende keer. Doei!